Adeline, de shoot zit erop. Hoe was dat voor jou en je paard? Ja, het was, moet ik heel eerlijk zeggen, heel wat anders dan een gewone fotoshoot. Het was natuurlijk in de binnenbak en het dak werd zelfs afgeplakt. En een stuk van de bak werd afgezet met allemaal donkere doeken en weet ik wat, en grote lichtflitsen. Dus dat is zeker voor mij was het al heel anders. Maar voor een paard was het natuurlijk helemaal spannend. Die is natuurlijk helemaal niet gewend dat er van allerlei toeters en bellen en lichtflitsen en vlakte langs lopen. Maar, ja, compleet anders, maar wel erg leuk om te doen. Nou, het ging goed met het paard, of niet? Ja, hij heeft echt zich keurig gedragen. Ja, en we hebben toen buiten nog een portret gemaakt met jou en Parsifal. Ja. Hoe was dat? Ja, ook anders dan anders. Maar inderdaad, dat is inderdaad gewoon buiten. Dus inderdaad gewoon foto's. Maar het is eigenlijk, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ja, nou, het boek komt eraan. Vind je dat mensen het moeten kopen? En waarom zouden mensen dat moeten kopen? Ja, ik denk zeker dat ze moeten kopen. Ook omdat ik vind dat het compleet andere foto's zijn dan wat je normaal gesproken ziet. Ik vind dat het heel erg goed uitbeeldt wat de sport eigenlijk inhoudt en wat je ervoor moet doen. Dus ik vind zeker kopen.